Goedenavond allemaal. Welkom hier allemaal in de zaal en ook welkom aan de kijkers die via de livestream meekijken. Welkom in de Balie en welkom bij het programma Al die liefde en woede. Mijn naam is Sophie Ruttefrans, ik ben jullie moderator vanavond en we gaan het vanavond hebben over de moeder. We gaan onderzoeken wat de maatschappij verwacht van de moeder, hoe je heel je leven kan streven naar een zo onafhankelijk en autonoom mogelijk bestaan en hoe dat allemaal weer verandert als je moeder wordt en wat je dan moet doen met die afhankelijkheid die daarbij komt kijken. We gaan het ook hebben over woede, een emotie die we eigenlijk liever niet zien en al helemaal niet bij moeders. En dat doen we allemaal aan de hand van de memoir Al die liefde en woede, geschreven door Ianthe Mosselman, schrijver en ook mijn collega hier bij de Balie. Fijn dat je er bent, Ianthe. We praten niet alleen met haar, maar ook met Mineke Schipper, Sarah Sluimer, Niña Weijers en Lynn Berger. En die komen straks allemaal uitgebreid aan bod. Maar eerst, Ianthe, welkom. Welkom in de zaal hier. Dankjewel. Welkom aan de andere kant van de tafel. Normaal zit jij op mijn plek. Maar nu ben jij een spreker hier. Waar gaat je boek over? Het is een zoektocht naar waar mijn woede vandaan kwam. Maar wel aan de hand van allerlei mensen die daar dingen over geschreven hebben die ik heel interessant vond. Maar het gaat ook heel erg, denk ik, over verlies van controle, verlies van autonomie en hoe daarmee om te gaan. Ja. Dus dat in het kort. En waar begon het boek voor jou? Nou, het begon, denk ik, als ik eraan terugdenk, nu dan... Het wisselt een beetje, dus ik heb een aantal keer gezegd van wanneer de woede begon. Maar ik heb, toen ik eenmaal bevallen was, toen heb ik in de 5 dagen daarna heb ik mijn bevalling opgeschreven voor mezelf. Omdat ik echt geen idee had wat er was gebeurd. En die bevalling duurde 5 uur, dus je zou kunnen denken van hoe lang kan je daarover schrijven. Maar het kost mij heel veel tijd om een soort van terug te brengen van wat was ik nou aan het doen. En ik had natuurlijk ook mijn baby toen al, dus die... Moest ik ook voor zorgen. Dat kost op zich ook wel tijd op zo'n dag. Maar in de vrije uren heb ik toen heel erg geprobeerd te beschrijven van... wat zag ik toen ik aan het bevallen was? Wat kan ik me herinneren? Eigenlijk ook omdat ik me op dat moment niet heel erg het idee was... dat ik enorm in het... of niet heel bewust was van het hier en nu. Ik was echt heel erg bezig met te zorgen dat mijn kind er kwam. Ja. En je zegt in de 5 dagen na de bevalling ben ik meteen gaan schrijven. Mm-hmm. Dat is best wel heftig, denk ik. Ja, maar het was niet... toen... Zo leuk dat er een echte baby is. Maar het was niet heel erg dat ik dat deed toen met het idee van... ik moet nu dit schrijven omdat ik dit later in een boek wil. Het was echt meer toen voor mezelf om te kijken van... Wat is er eigenlijk gebeurd? Dus het is ook niet... Dus mijn bevalling zit in het boek. Maar dat heb ik echt... Wat ik toen mee heb gemaakt, heb ik wel heel lelijk opgeschreven. Ja. Dus het was niet dat ik dacht, wat is hier een mooie zin. Nee, het was gewoon meer voor jezelf. Voor mezelf, ja. En wanneer begon dan het idee van, dit wordt eigenlijk een boek? Ik ben nu zoveel aan het schrijven. Nou, het was best wel laat. Ik denk in de eerste 6, 7, 8 maanden na de geboorte van Elio. Toen ik een aantal stukken had geschreven waarvan ik dacht... dit heb ik zelf nog niet ergens gelezen, eigenlijk. Ja, en je schrijft ook in je boek hè, dat je tijdens je zwangerschapsverlof ook heel veel aan het schrijven was. Ja. En dat je achteraf denkt van... Waarom heb ik mezelf niet een maand vrijgegeven? Waarom ben ik zo hard gaan werken en schrijven? Ja, ik had toen een essay wat ik af wilde maken. En ik had nog helemaal niet zoveel geschreven en ook niet zoveel gepubliceerd. Dus het was wel... Ik was daarmee begonnen voordat ik bevallen was. En ik wilde dat gewoon heel graag af hebben. Maar ook wel heel erg omdat ik een soort van bewijsdrang had. En bang was dat als ik dat niet zou doen, dat ik het überhaupt nooit meer zou doen. Dus het was een soort van... Ja, ook wel echt een angst om dat gewoon niet meer... Om gewoon niet te gaan doen anders. Ja. Een soort van nu of nooit gevoel. En ook wel heel erg, ik was ook heel bang om een soort van... ze hebben het heel vaak over dat je dan watten in je hoofd krijgt. En ik wilde heel graag... Ik dacht, ik wil die watten eruit. Ik wil heel graag dat niet hebben. Want Was je bang om opgeslokt te worden? Door echt bang om de boot te missen. Dus bang om te laat te zijn. En dan opeens kinderen te hebben die dan 20 zijn. En te denken van, maar ik wilde ooit... een boek schrijven. Ja. En dus daar was ik vooral bang voor. Dus dat ik niet op tijd zou zijn. Heel competitief eigenlijk. Ja. En dat is dus heel erg die angst. Maar je boek gaat ook over woede. Ja. Wanneer kwam die woede? Ja, best wel snel. Ik denk dat er door mijn bevalling wel een soort van laag van woede aanwezig was. Omdat ik niet meer in die 5 uur gewoon niet kenbaar kon maken wat ik wilde. En ik denk dat ik daar me echt rot van geschrokken ben. En dat ik daar wel heel boos over geweest ben. Maar ja, op allerlei momenten. Dus moeilijk om één moment aan te wijzen. Ook omdat ik het chronologisch... Ik heb dit boek wel chronologisch min of meer opgeschreven, maar dat loopt allemaal door elkaar. Maar er waren gewoon telkens van die incidenten. Dus dan ging ik in mijn verlof een keer koffie drinken ergens. En toen kwam ik binnen in zo'n klein bruin café waar verder helemaal niemand zat. En toen zei die barman, goh, dat is een grote kinderwagen. En dan dacht ik echt, hou je mond. Weet je wel, laat mij gewoon hier nu met deze... Ja, ik dacht eigenlijk nog iets veel onaardigers, maar dat zal ik niet hier zeggen. Maar ik dacht, laat me nu gewoon hier met deze kinderwagen een kop koffie drinken. En ga niet zeiken, ja, ik weet dat het een grote kinderwagen is. Dat heb ik zelf ook wel door. Maar doe dan niet zo onaardig tegen mij. En wat zit daar dan onder waar je zo boos van werd, denk je? Dat ik niet sliep. Dus mijn zoon was gewoon een moeilijke slaper. Maar het was ook wel dat de hele tijd gezien worden. Dus wel de hele tijd dat, zeg maar, dat mensen naar je kijken en naar je kind kijken. En dat je daar dan iets aardigs over moet zeggen van hij is zo oud en hij lacht, ja heel lief. Maar ondertussen, dat als je gewoon wil dat mensen voor je aan de kant gaan op de weg, dan... Ja, dus wel heel erg die blik op je, maar niet de hulp of zo die je ook wel zou willen. En je zit toch ook gewoon wel... Nou ja, die baby zit echt aan je vast. Dus je bent zeker in die eerste tijd ook wel een stuk onvrijer. En ik vond dus die... En dat is die eerste maanden vond ik wel heftig. En dat hoort er nog wel bij. Maar ik vond dus later ook, als ik dan hier aan het werk was, dat we dan hier zaten en dat er een afspraak was. En ik moest om 5 uur iemand afwisselen of om 5 uur... of hem ophalen van de kinderopvang. En dat je dan naar die mensen met wie je de afspraak hebt zitten kijken van... oh, ik moet echt zo gaan. En dat ze door blijven praten. En dat ze je tijd innemen. En dat, ja... Dat kunnen normale mensen waarschijnlijk gewoon aangeven. Dat ze dan weg moeten. Maar ik kunnen dan hun grenzen stellen. Ja, ja. Ik vond dat heel lastig. Ja. Ik vond het heel moeilijk om dan te zeggen, ik moet nu gaan of zoiets. Ook omdat je misschien niet per se wilde gaan? Nee, maar ook omdat ik niet... omdat ik dan dacht, oh, dat is niet goed. Dus omdat ik het dan gewoon moeilijk vind om met andere mensen op te haasten. Ja. Terwijl ik veel minder moeilijk vond altijd voordat ik een kind had om anderen wel, zeg maar, over mijn tijd te laten beschikken. Ja, en dat was eigenlijk niet weer wederkerig toen jij dat van hun nodig had. Nee, maar dat begrijp ik ook wel. Want ja, je weet ook niet, als iemand het niet aangeeft wat iemand wil, dan is het ook heel moeilijk om daar rekening mee te houden. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar ik vond het gewoon altijd lastig om echt voor mezelf op te komen. Niet bij mensen die ik heel goed ken, maar wel bij vreemden. Je was dus heel boos en woedend. En je schrijft ook dat heel veel mensen toen dachten van... ja, maar je bent gewoon depressief. Ja. Want dan dat is als je, zeg maar, zoekt op... googelt op... ik ben boos na geboortekind of zoiets, zeg maar. Of woedeaanvallen jonge baby. Dan krijg je heel snel... niet op de baby, overigens. Maar dan krijg je heel snel postnatale depressie in je zoekopdracht. Ja, in je zoekopdracht. Ja. En ook als ik mensen erover vertelde, dan vroegen ze van... ja, maar heb je niet een postnatale depressie? Wat ik ook wel grappig op vraag vind. Maar ook best wel pittig. Maar ik was er zelf wel een beetje sceptisch over. Omdat ik, ja... Niet dat ik niet denk dat ik geen depressie kan krijgen, maar ik was niet heel somber ook daarbij. Dus ik was gewoon echt af en toe laaiend. Maar verder was ik ook wel gewoon heel vrolijk en actief. Dus ik wilde heel graag dingen ook wel echt aanpakken. En mijn huisarts heeft later een keer tegen me gezegd dat... die zei, depressie is vaak stilstand bij mensen. En volgens mij wil je juist vooruit. En dat was wel heel erg zo. Ik wilde juist heel erg vooruit. Maar er waren allemaal dingen in mezelf. En praktische dingen, maar ook heel veel dingen in mezelf... die me, denk ik, daarmee tegenhielden. Ja. Om vooruit te komen. En je wilde ook eigenlijk niet dat je woede een soort medische insteek kregen? Nee, want ik vond het wel een emotie waarvan ik dacht, nou ja, we werken hier allebei als programmamaker. En ik denk wel dat onze directeur Yuri, die zegt altijd van, nou ja, woede kan ook heel erg een drijfveer zijn. Of als je ergens boos over bent, dan zit er vaak een goed programma in. Wat denk ik wel waar is. Dus in elk geval niet meteen. Ik wilde eerst eens goed uitzoeken, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En hoe zit dat? En waarom ben ik eigenlijk zo boos? En als je heel boos bent, dan is het ook wel vaak dat je jezelf niet helemaal meer onder controle hebt natuurlijk. Ja. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat die woede nuttig is? Ik heb een keer gehoord dat je 1,5 minuut moet wachten. En dat dan de woede, dat dan de ergste woede die je kan voelen, dat dan wel voorbij is. Dus dat is, ik weet niet of er hele woedende mensen in de zaal zitten. Dus dat was een tip die ik wel ter harte heb genomen. Maar ik denk dat je... Nou, ik heb wel ook moeten leren om niet meteen op de woede die, als ik die voelde, om daar meteen op te handelen. Dus het is veel handiger om, nou ja, toch tot 10 te tellen of tot... Maar het wel helemaal 90. Te voelen. Ja. Ja, maar ik denk wel dat het, nou ja, het uitzoeken daarvan, van wat is het en waarom voel ik dat en wat moet ik daarmee ook wel... En ja, voor mij is die woede op een bepaalde manier ook wel echt een drijfveer geweest, dat ik dacht van ja, ik ben gewoon nu boos omdat ik me heel erg aan het haasten ben. En waarom ben ik me nu heel erg aan het haasten? Omdat ik anderen heb laten beslissen over mijn tijd en eigenlijk te veel van mezelf aan anderen heb gegeven wat ik ze helemaal niet had moeten geven. Dus ik was eigenlijk dan boos op, vooral ook op mezelf, dat ik, nou ja, niet goed aangaf wat ik wilde. En daardoor laat je dus andere mensen eigenlijk kleine stukjes van jou nemen die je eigenlijk helemaal niet kwijt wil. En daarvan dacht ik wel, ja, ik moet dan toch echt voor mezelf op gaan komen. En ik denk dat de woede daar wel heel goed voor was. Af en toe ben ik misschien daar wel iets te hard in geweest. Maar ja dat was op zich ook wel, denk ik, nuttig. Ook kwam ik daardoor bijvoorbeeld, nou ja, hier ook wel af en toe met mensen in conflict. Als ik dan gewoon zei, nee, het moet zo en zo en zo. En ik denk dat vinden mensen al niet zo leuk. En helemaal niet als een vrouw ze dat vertelt. Dus dat was af en toe ook wel pittig. Maar ook, ja. Ja. Dat was het wel. Maar die woede heeft jou dus wel veel gebracht in die end. Ik heb wel veel geleerd over mezelf en wat ik wil. Maar mensen zeggen wel, en ik denk dat dat ook wel waar is, dat een kindje sowieso zo echt heel veel efficiënter maakt. En dat is denk ik zo. Omdat je gewoon minder tijd hebt. Omdat je minder tijd hebt. Dus wat je doet, moet je efficiënt doen. Dus dat is er ook wel heel nuttig aan. Nog één vraag voordat we verder gaan. Ben je nou bang dat er mensen jouw boek zien en dan denken, oh, weer zo'n vrouw die over haar kind schrijft? Ja, natuurlijk. Ja, ik denk altijd, zeg maar, nou ja, het schrijven over kinderen en over baby's, dat wordt natuurlijk heel erg vaak gezien als geen serieus literair onderwerp. En als gezeur en ditjes en datjes en niet echt waar het om gaat. En er is natuurlijk ook heel veel, als je naar die websites gaat, Dan over moederschap, dan word je ook aangesproken alsof je nou ja, niet helemaal helder kan nadenken. Dus allemaal ook heel infantiel. Noem eens een voorbeeld. Op een gegeven moment zat ik er te lezen en dan heb je zo per week, zeg maar, wat je baby kan. En dan stond er ergens dat het leuk was om met stoffen langs die huid van de baby te gaan, omdat dat de baby dan daarop reageert. En dan stond er ook, en voor jou misschien een goede motivatie om weer eens een mooie jurk aan te trekken. Of zoiets. Ja, weet je wel. Dus dan dat eerste stukje is helemaal prima, van de fijne stof voor de baby. En het tweede is gewoon, ja, doe even normaal. Ja. Nou ja, dat bepaal ik zelf wel. Zeg maar niet zo. En hetzelfde ook van, altijd dan als het ging over weer aan het werk gaan. Je zou wel balen dat je verlof er bijna op zit. Nee, helemaal niet. Ik ben hartstikke blij dat ik weer iets anders kon doen. En dat zeg maar, dat hele infantiele, dat is gewoon... En ja, Anna Enquist zei dat heel mooi in het programma over het boek van Niña Weijers. Die zei van ja, als een man zijn moeder verliest en hij schrijft daar een boek over, dan is dat een prachtig literair hoogstaand onderwerp. En als een vrouw schrijft over haar kind, dan denken we allemaal, ja, niet echt... Ja. Zo wezenlijk, terwijl dat is het natuurlijk wel. Nou, daarom is er gelukkig ook deze avond vanavond met allemaal mensen die wel gelukkig willen praten over moederschap. En dat dat heus niet een klein suf thema is. Ik wil je graag vragen of je iets wil voorlezen uit je boek voor we verder gaan. Even kijken, wat was het eerste stuk ook alweer? 198. Ja. Toen ik moeder werd, veranderde er iets tussen mij en de mensen langs wie ik een lange tijd heen kon leven. Met een baby ben je telkens weer hulpbehoevend. Je bent afhankelijk van de mensen die je moeten helpen zeulen met je kinderwagen, die hun stoel aanbieden als je met een draagzak met je baby in een volle bus stapt. Van barpersoneel dat je de wc laat gebruiken zonder een consumptie te bestellen, omdat je bekkenbodemspieren de plas niet altijd meer goed kunnen tegenhouden. Ze beweren dat dat tijdelijk is, maar hoe lang is tijdelijk? Van de aardige mevrouwen aan het tafeltje in het café het meest dichtbij de wc, die heel even op je kind zullen letten, terwijl je snel die wc binnenloopt. Je kunt er ook voor kiezen om gewoon altijd thuis te blijven natuurlijk. Je bent afhankelijk van al die mensen die je hopelijk zullen helpen. Afhankelijk van dat ze je geen kwaad zullen doen. Je bent kwetsbaar omdat je iets bij je draagt wat je kost wat kost moet en wil beschermen. Toen ik moeder werd, werd ik minder individu en meer onderdeel van het collectief. Al eerder schreef ik over de antropoloog en primatoloog Sarah Blaffer Hrdy. In haar boek Een kind heeft vele moeders toont zij onder meer aan dat wij als soort vooruitgang boekten door cooperative breeding. Het met elkaar grootbrengen van kinderen. Het beeld van de moeder die in haar eentje zorgt en zorgt en zorgt. Het klopt simpelweg niet met wat we weten over de mensheid. De moeder werd geholpen. Maar toch schuilt er ook iets lastigs in die hulp. Het voelt voor mij vaak alsof de hulp geen keuze is. Zonder hulp red ik het gewoonweg niet in de jungle van de stad. It takes a village. Maar die behulpzame gemeenschap houdt je ook gevangen. Je hebt de mensen die je helpen nodig. Je kunt niet zonder ze. Maar dat betekent ook dat ze er altijd zijn. Net zoals ik niet meer kan kiezen voor onzichtbaarheid, ben ik ook niet meer vrij om te kiezen wanneer ik hun aanwezigheid wel of niet op prijs stel. De gemeenschap draagt daarbij een bepaalde zienswijze met zich mee. Zowel bekenden als vreemden hebben een opvatting over hoe het hoort. Dit was niet altijd een blik die zocht naar hoe ik als nieuwe moeder het beste geholpen kon worden. De blik wordt gestuurd door het beeld van Maria. We worden allemaal gestuurd door het door de eeuwen heen ontstane beeld waarin de moeder een zichzelf opofferend, geduldig en liefdevol schepsel is. Soms lijkt het alsof er van de helpende groep mensen niet zo heel veel meer over is, behalve dan het oordeel. Of althans, wat ik ervoer was dat de bereidheid tot helpen, en dan bedoel ik echt helpen, stukken lager was dan de bereidheid tot oordelen. De ogen van het hulpbehoevende dorp waren nog over, de helpende handen verdwenen door de tijd. De ogen keken naar me in de tram, maar niemand stak een hand uit. En tot slot was er nog de dankbaarheid. Als moeder moest je altijd dankbaar zijn. Zo dankbaar voor iedereen die je wilde helpen met het verlichten van deze zware last die je toch helemaal zelf op je ruggetje geladen had. Dankbaar voor de hulp met de kinderwagen. Dankbaar voor collega's die iets overnamen. Dankbaar voor de mensen die voor me opzij gingen. Dankbaar voor de mensen die even op mijn kind letten. Dankbaar, dankbaar, dankbaar. Gek werd ik ervan. Ik wilde ondankbaar zijn, want ik was niet dankbaar voor de positie waar ik als moeder in terecht gekomen was. Dankjewel. Dan vraag ik nu bij ons aan tafel emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap Mineke Schipper en Lynn Berger, correspondent zorgzaamheid voor de Correspondent en schrijver van het boek De Tweede. Er mag een applaus. Ja, fijn dat jullie er zijn, allebei. Lynn, herken jij wat Ianthe net voorlas over die behulpzame gemeenschap? Ja, ik heb ook het boek gelezen van Sarah Blaffer Hrdy een aantal jaar geleden. Voor mij was het eigenlijk best wel bevrijdend en troostend om te lezen dat mensenbaby's dus de meest afhankelijke diersoort denkbaar zijn. Je moet je microfoon volgens mij iets dichterbij zetten. Ja. En dat het dus nooit de bedoeling is geweest dat moeders alleen voor kinderen zorgden. Sterker nog, dat het feit dat moeders die zorg zijn gaan delen met anderen ook heeft gemaakt dat we in onze evolutie steeds beter werden in samenwerken, in empathisch zijn en ook steeds intelligenter konden worden als soort. Dus ik dacht, oh, dat is mooi. Het is niet gek dat ik het idee heb dat ik het niet in mijn eentje kan of dat zelfs mijn vriend en ik het met z'n tweeën niet alleen redden. En het hoeft ook niet. Ik kan dus mijn kind uitbesteden. En ik had dat heel erg met bijvoorbeeld je kind naar de crèche brengen. Of opa en oma laten oppassen als je weer gaat werken. Ik dacht, dat hoort zo. En wat ik ook later leerde van... ik weet niet of je haar ook het werk hebt gelezen. Alison Gopnik, filosoof en ontwikkelingspsycholoog. Is dat... moeders hebben niet alleen hulp nodig van andere volwassenen omdat ze het niet in hun eentje kunnen, maar het is ook goed voor een kind om door heel veel verschillende volwassenen verzorgd te worden. Dat is goed voor de ontwikkeling, om een soort variatie te hebben. Dus ik dacht juist, top, hier is de village, neem het kind. Ja. Heel fijn, ja. Mineke, jij hebt je kinderen niet in Nederland gekregen. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat het heel anders aan toe ging misschien. Ja, het ging zeker anders aan toe. Ja, om te beginnen, de dag dat ik nog niet wist dat ik ging bevallen, ging ik met een klein vliegtuigje met mijn man naar een klein ziekenhuisje in de bush. En zo'n klein vliegtuigje voor 4 personen. En toen wij daar aankwamen, het was mijn eerste kind, dus je weet niet wat een wee is en zo. Dus ik dacht, ja, volgens mij heb ik een wee. Wij waren naar dat kleine ziekenhuis in de bush gegaan, want het ziekenhuis in de stad heel notoir slecht bekend stond. En dat was heel klein. En er waren 2 artsen. En die ene arts, dus toen ik die week had, heb ik mijn man gevraagd om die dokter te gaan halen. En die kwam niet meteen. En dus hij moest nog een keer om hem te halen. En toen zei die dokter, oh jee, toen hij kwam, dat kind is er binnen het uur. En toen moesten we met een landrover naar het ziekenhuisje. En de landrover wilde ook nog niet starten. Maar goed, wij kwamen aan en meteen is dat kind binnen een uurtje inderdaad geboren. Maar het mooie daar was, daar had ik nog nooit over nagedacht. Want als je zo het boek van Ianthe leest, dan denk je dat de samenleving niet altijd heel welwillend is naar de zwangere en naar de barende moeder, aanstaande moeder. En wij kwamen na 10 dagen in de bush terug met dat babytje in onze handen. En kwamen terug naar ons huis. En de hele tijd daarna werd door de mensen uit de omgeving op onze deur geklopt. Om te komen zeggen, merci monsieur, merci madame. Dank jullie wel dat jullie een kind hebben gekregen. En eerst begrepen wij nog niet zo goed waarom wij zo bedankt werden. Maar het betekent dus dat je kracht hebt toegevoegd aan de gemeenschap. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Het betekent, we hebben natuurlijk altijd een nieuwe generatie nodig. En nieuw leven om onze gemeenschap weer op poten te houden. En dat had ik nooit gehoord. Dus je zou misschien zoiets hier kunnen instellen, dat mensen uit de buurt toch eens gewoon langskomen en zeggen, jongens, wat fantastisch en ontzettend bedankt namens de hele samenleving. Ja, dat lijkt me wel een mooie. Ja, wat Ianthe natuurlijk ook beschrijft, denk ik, is die blik van de gemeenschap die heel erg dat heilige moeder-idee in hun hoofd heeft. Ja. Je hebt een boek geschreven, De Heuvels van het Paradijs, waarin je ook onderzoek doet naar dat gekke verschil tussen mannen en vrouwen en waar dat nou vandaan komt. Ja, want ja, de manier waarop dus vaak gedaan wordt van, nou ja, moet er zo nodig over dat moederschap geschreven worden. Maar het is ook omdat ergens verstopt zit de jaloezie op het baren en het kinderen krijgen, denk ik. He, want als je naar de oude scheppingsverhalen kijkt, dan zijn de oudste verhalen, dan zie je een groot moederlijf, dat is de aarde. En uit al haar geboortekanalen komt al het leven, de planten, de dieren en ook de mensen. En geleidelijk is die moedergodin of die moeder aarde, is die wegverteld, zeg maar, uit het scheppingsverhaal. En via een aantal omwegen kom je dan uiteindelijk bij een mannelijke god die het leven schept. Dus dat is een mannelijke persoon in heel veel religies. En dus die god die schept het leven van de mannelijke en de vrouwelijke wezens. En uiteindelijk komt de vrouw er eigenlijk helemaal niet meer aan te pas. Hè? Wij zijn meer een soort draagtassen. Want ook als je naar Aristoteles kijkt, die zegt, jongens, het belangrijke deel wordt met het zaad gestort in de baarmoeder. Die baarmoeder heeft daar een beetje ruwe stuf. Maar daar kan het kind misschien nog van eten, maar vooral het superieure deel, de ziel, die komt mee met het sperma in de baarmoeder. Dus eigenlijk is de rol van vrouwen vaak teruggedraaid, meer en meer teruggedraaid, totdat zij, ja, je hebt haar natuurlijk nodig, maar ergens zit daar natuurlijk een soort baarmoederjaloezie. Want het is natuurlijk heel oneerlijk verdeeld in de wereld als je kijkt. Dat die vrouwen niet alleen meisjes baren, maar ook jongetjes. Ja, en hoe moet je dan verder? Dan kun je bijna alleen reageren met... ga jij maar op je voetstuk als moeder staan. Zoals een schrijfster uit Zuid-Afrika ooit gezegd heeft. Ze zetten je op een voetstuk en ze noemen je moeder Afrika... Maar denk erom dat je er nooit meer van afkomt om een normaal mens te zijn en andere dingen te gaan doen. Dus dat is ook waar jouw woede een klein beetje over ging hier en daar. Dat je niks anders meer mocht. En sommige moeders maken daar natuurlijk ook hun levensproject van. En dan denk ik... Dat is ook, die kinderen zijn ook nog niet gelukkig als die moeders in de wurggreep houdt hun leven lang. Ja, kun jij daar iets meer over vertellen, over die blik die je voelt? Ja, ik was wel bang ook om het niet goed te doen dan in de ogen van de andere moeders. Dus ik wil gewoon heel graag bij de andere moeders horen. En ik denk ook wel dat er een soort van standaard van wat dan de... Nou ja, weet je wel, dus dan ga je ook een dure draagtas kopen... en dezelfde, zeg maar, luiertas aan het stuur. Ook gewoon om aan andere mensen te laten zien van... Ik volg ook de codes, ik volg ook de dingen die goed zijn. Maar er zitten wel een aantal ook wel... echt wel, ja, problematische dingen in. Maar ik was vooral heel bang, zeg maar... omdat, nou ja, Nederland denk ik toch wel op het gebied van... moederschap en wat moeders moeten doen... en de plek van moeders in het gezin gewoon wel een conservatief land is. Er is zo'n cijfer wat ik nu de hele tijd noem... omdat ik het zo'n heftig getal vind... dus dat 80% van de Nederlanders vindt dat de ideale werkweek voor moeders... niet meer dan 3 dagen in de week beslaat. En dan denk je, ja, die 80% dat is heel veel... maar ja, 3 dagen misschien denk je dat dan. Maar dan heb je dus meer dan 60% van de Nederlanders... vindt dat de ideale werkweek voor moeders met jonge kinderen... maar 2 dagen beslaat. Dat is best wel pittig, vind ik. Ja, dus je voelt dat ook terug in de maatschappij. Dat mensen dat eigenlijk liever willen. Nou ja, je wordt natuurlijk je wordt toch heel vaak nog steeds als de primaire verzorger aangesproken. Terwijl mijn vriend kan dat echt net zo goed. Maar de mensen hebben... Ja, ik vond die verwachtingen lastig. En ik droeg natuurlijk ook die verwachting heel erg zelf met me mee. Dus ja. Ook heel erg iets wat ik althans geïnternaliseerd had... van, oh, ik moet het zo en zo en zo doen... want anders vinden mensen me geen goede moeder. En ik ben nu 5 dagen in de week aan het werk. Straks vinden dat... Ja, dat durfde ik gewoon ook af en toe niet te zeggen. Tegen mensen? Denk ik, ja, dat is ook een beetje... Ja, dan moet je daar iets over zeggen... en dan vinden mensen daar misschien iets van. Dus het is ook wel makkelijker om dan gewoon te verzwijgen. Maar waarom trek je daar wat van aan? Ja, dat is een goede vraag. Want je kan natuurlijk gewoon naast je neerleggen. Maar ik denk dat het... Ik denk dat ik misschien wel wat banger ben om er niet bij te horen dan andere mensen. Dus ik vind mensen ook gewoon wel eng. Ik ben heel erg iemand die... ik ben altijd een beetje bang voor groepen en een beetje bang in groepen. Dus ik wil gewoon graag niet opvallen of erbij horen. Dus ik denk dat dat ermee te maken heeft. Maar het andere is dat ik denk dat er echt een sterk beeld nu is van wat natuurlijk is. En je wil natuurlijk niet tegen natuurlijk zijn. Of je wil niet... ik wil gewoon geen freak zijn, zeg maar. Ja, het is een beetje gek om zo te zeggen, maar als het natuurlijk is dat je altijd zo, nou ja, heel zelfopofferend bent en je voelt dat helemaal niet. Ik vond dat wel lastig. Mm-hmm. Ja, maar weet je, ik denk uiteindelijk ben je zelf, als je jezelf kunt zijn en het op jouw manier gaat doen zonder je te veel aan te trekken van de anderen, mm-hmm, dan word jij op een moment zelf een rolmodel. Ja, misschien. Ja. Nou ja, ik denk dat dat me inmiddels ook wel na 3 jaar wat beter gelukt is. Maar die eerste 3 jaar... Ja, ik denk dat ik wel boos was, omdat ik me daar niet goed raad mee wist. Dus aan de ene kant heel erg die behoefte om erbij te horen en het goed te doen. En aan de andere kant dus de hele tijd dat niet willen. Dus ik denk dat dat heel erg voor mij de worsteling was. En dat ik daar, dat na 3 jaar een beetje beter is. Maar dat vond ik gewoon in het begin heel pittig. Het is ook wel veel werk, denk ik, om een rolmodel te zijn. Ja. Het is makkelijker als je gewoon mee kan met wat iedereen doet. Ja. Ja. Maar dan bevestig je het ook, sorry. Ja. 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 Nou, het ligt ook weer aan wie dan je definitie is van iedereen. Want waar ik omgekeerd vaak last van heb, is de opinie die zegt: al die hoogopgeleide vrouwen die kinderen krijgen en dan niet fulltime gaan werken, schande. Ja. Waarschijnlijk is de conclusie hiervan dat je het sowieso niet goed doet. Ja, dat is en dat je dan maar moet kiezen voor de optie die het best bij je past. Ja, dat is waar natuurlijk. En waar ik zelf ook wel veel aan heb is Donald Winnicott, de beroemde Britse psychoanalyticus en kinderarts. Die schrijft over de... nou ben ik de term vergeten. The good enough mother. Denk ik. Oh, ja. Hij zegt, een baby wordt geboren en denkt eigenlijk dat hij almachtig is. Hij is het centrum van het universum. Hij heeft dorst, hij krijgt melk, hij heeft het koud, iemand houdt hem vast. Hij hoeft maar dit te doen en hij krijgt wat hij hebben wil. En het is eigenlijk de taak van de moeder en de vader, maar hij schreef vooral over de moeder. Om zo'n baby langzaam maar zeker te leren dat hij niet... De basis. Basis. Ja. Door af en toe niet te verschijnen, door af en toe niet te zijn. Door een kind heel stelselmatig te frustreren. Zodat je leert oefenen in frustratie. Mm-hmm. Dus voor mij is dat, als ik wegga en mijn dochter zei daar straks nog... ga je nou alweer weg? Dan denk ik, good enough. Maar vond je dat niet lastig? Ja, goed, je hebt natuurlijk altijd ratio en emotie, toch? Dus volgens mij is rationeel vind ik het goed, emotioneel vind ik het lastig. En ik probeer dan steeds mijn gevoel, bij de les te houden. Ja. Ja. Maar ken jij ook die woede die Ianthe beschrijft? Nou, minder. Maar goed, dat is misschien ook voor een deel gewoon persoonlijkheid, toch? Dus bij mij, ik ben niet snel boos, ik ben heel vaak teleurgesteld. Dat is ook heel erg, hè? Ja. Ja. Een van de dingen waar ik dan teleurgesteld in ben, is dat als je er dan dus achter komt dat eigenlijk afhankelijkheid en gedeelde zorg een soort het wezenskenmerk zijn van onze soort. En dan denk ik, waarom ziet niet iedereen dat? Waarom doen we dan nog steeds alsof afhankelijkheid een soort zwaktebod is in plaats van eigenlijk een kracht? En word je inderdaad toch ook een soort gestraft als je te afhankelijk bent of te veel hulp nodig hebt. Ja. Moeten we die afhankelijkheid meer omarmen als iets goeds? Ja, ik denk dat we onszelf moeten toegeven dat het niet anders is. En je kunt autonomie ook wel vergoddelijken op de een of andere manier. En denken, ik kan zonder anderen. Maar dat is gewoon, we zijn als mensheid met elkaar verbonden. We kunnen daar niet van af. Ik denk alleen, er zijn ook mensen die natuurlijk zich het liefst totaal afhankelijk voelen en dat ook heel comfortabel vindt. Terwijl, omgekeerd, we moeten er maar mee leven. Maar tegelijkertijd denk ik, je autonomie verdedigen, dat heeft ook iets buitengewoon aantrekkelijks. En voor mensen die andere dingen ook nog willen, zeker. Ja, moet altijd in evenwicht blijven. Huh? Moet altijd in evenwicht blijven. Ja, dat denk ik wel. Ja, die woede kon ik ook niet zo goed meemaken. Ik heb dat eigenlijk nooit zo gehad. Maar misschien omdat ik zo'n makkelijke bevalling had. En heel makkelijke kinderen. En dat zij zelf altijd steeds zeiden: we zijn zo blij dat je niet een echte mevrouw bent, maar gewoon werkt. Dus snap je? Dus daarom heb ik daar... Dus ik had ook wel een enkele keer dat ik dacht, die arme Thijs. Ik hoop niet dat je op hem boos was. Nee, af en toe. Ja. Nee, ik denk dat ik die afhankelijkheid onder andere heel moeilijk was, omdat ik dacht dat ik net zo onafhankelijk was als... Of er net zo onafhankelijk en afhankelijk kon zijn als een vader. Omdat ik me dat soort van had voorgenomen en had ingedacht. Ja. En dat is niet zo. Dat bleek helemaal niet te kunnen. Nee, dat kan niet, denk ik. Of althans, dat kon voor mij niet. En ook niet omdat ik natuurlijk borstvoeding gaf. Maar dus ik had me een beetje gedacht dat ik me Ook omdat het in de eerste 29 jaar van mijn leven wel redelijk gelukt was. Denk ik dat ik dacht dat ik wel zo, nou ja... er doorheen zou cruisen. Ja, de mannelijke manier dat kon doen. En dat vond ik wel... Confronterend, ja, pittig. Ja. Lynn, je hebt iets meegenomen uit een nieuw boek wat je aan het schrijven bent. Dat gaat hier ook een beetje over. Zou je iets willen voorlezen? Yes. Ik ben een boek aan het schrijven over zorg. Een open loop system. Dat is hoe 3 Amerikaanse psychiaters het menselijk lichaam omschrijven in hun boek A General Theory of Love. Vergelijk het met een waterkraan. Een kraan is een systeem dat een ander systeem, namelijk een mens, nodig heeft om open of dicht te gaan. Die doet dat niet vanzelf. En precies zo is ook een mens geen afgesloten, zelfstandig opererend systeem, geen begrensd geheel. Ons lichaam heeft andere lichamen nodig om te kunnen functioneren. En bij pasgeboren baby's is dit het meest duidelijk. Zonder de lichamen van anderen blijven ze niet warm, krijgen ze hun ademhaling niet onder controle, kunnen ze niet eten of drinken, worden ze vies, komen ze om. En naarmate het ouder wordt, leert een babylichaam langzaam maar zeker bepaalde dingen zelf te doen. De ogen leren focussen, de lichaamstemperatuur blijft langer op peil, de spieren worden sterker, de bewegingen gecontroleerder en het vermogen om de omgeving te manipuleren neemt toe en toe en toe. Hoe ouder een kind wordt, hoe langer het dus zonder een ander lichaam toe kan, zonder een ander lichaam dat voor zijn lichaam zorgt. En ik heb dat altijd een interessante propositie gevonden. Dat de zorg voor je kinderen erop is gericht jezelf overbodig te maken. Dat al die hechting en liefde en empathie, al die afhankelijkheid en zorgzaamheid uiteindelijk resulteren in een loslaten, een soort onafhankelijkheid. Maar misschien is autonomie een beter woord dan onafhankelijkheid. Want ook als we volwassen zijn blijven we voor onze emoties, gemoedstoestanden en gezondheid afhankelijkheid van de emoties, gemoedstoestanden en gezondheid van de mensen om ons heen, schrijven die 3 psychiaters. De open loop raakt nooit gesloten. Dus zorg is eigenlijk een voorwaarde voor autonomie. Afhankelijkheid is onderdeel van autonomie. Zonder de zorg van anderen kunnen wij niet autonoom zijn. Maar tegelijkertijd, en dit is de paradox, maakt diezelfde autonomie het heel erg lastig om te zien dat dit zo is. En dat is precies de bedoeling. De Amerikaanse socioloog Lynn May Rivers merkte eens op dat ouders de neiging hebben om hun kinderen te prijzen om hun autonomie. En dat ze zo het web verhullen van zorgzaamheid en afhankelijkheid dat die autonomie mogelijk maakt. Oh, wat een lekkere koekjes heb je gebakken, zegt een moeder tegen haar kind. Daarbij negerend dat zij het was die de bloem, suiker, boter en eieren klaarzette en afwoog, die de oven aanzette en die, lang nadat het kind zijn aandacht alweer op iets anders had gevestigd, nog vormpjes uit het deeg stond te snijden. Om nog maar te zwijgen over de molenaar die het meel maalde, de kippen die de eieren legden, de fabrikant die de oven produceerde en zo verder enzovoort. Ouders prijzen hun kinderen om wat ze allemaal zelf kunnen, ook al kunnen ze heel veel helemaal niet zelf. En zo geven die ouders het auteurschap van zorg uit handen, schrijft Rivers. Ze maken hun eigen bijdrage onzichtbaar. Rivers interviewde ouderen en mensen met een beperking en de verpleegkundigen die voor hen zorgden. En daar zag ze een soortgelijk proces. Hoe beter de verzorgers hun werk deden, hoe onzichtbaarder ze waren. En hoe meer hun cliënten het idee hadden dat ze die verzorgers eigenlijk helemaal niet nodig hadden. Dit verhullen van afhankelijkheid, dit wekken van de illusie van onafhankelijkheid, is een daad van zorgzaamheid. Het is misschien wel het meest zorgzame onderdeel van zorg, schrijft Rivers. Er is tenslotte niets zo lekker als het gevoel dat je iets zelf hebt gedaan, dat je de boel onder controle hebt, het leven beheerst. Dat gevoel geeft zelfvertrouwen en dat zelfvertrouwen maakt het makkelijker om nog meer te leren, nog meer vaardigheden op te doen, nog autonomer te worden. En dat gebeurt dus dankzij zorg, maar die zorg maakt zichzelf onzichtbaar, of in elk geval erg lastig te zien. Ik denk vaak aan de eerste keer dat ik mijn dochter zag. Dit was nog voor haar geboorte, tijdens een echo. Het was lente, maar de spreekkamer was donker en alleen het beeldscherm lichtte op. De verloskundige liet de transducent over de gel op mijn buik rollen en vertelde ons wat we zagen, wat de zwart-wit-grijze bewegingen op het scherm vertegenwoordigden. Kijk, hier de baarmoeder en daar zit de foetus, dat is het hoofdje en dat de buik. En af en toe maakte ze een screenshot. Deze is leuk, net alsof hij zwaait. Bij het weggaan printte de verloskundige die screenshots uit en gaf ze aan ons mee. Een zwart-witte strip met 3 beelden onder elkaar. Op de bovenste stond alleen het hoofdje, aan profiel, een neusje en een kin en een zwarte vlek op de plek waar nu vermoedelijk een oog werd gemaakt. Daaronder een plaatje van de hele foetus opgekruld en het onderste plaatje was juist helemaal uitgezoomd en de foetus leek op 2 knikkers in een knikkerzak. En die knikkerzak, dat was mijn baarmoeder, dat was ik. Ik stond ook op die echo's, maar dat zag je er nauwelijks aan af. Mijn lichaam toonde zich als kader, als omranding, als een zwarte halo om het wit-grijze alientje heen. Ik was te zien, maar ik was ook onzichtbaar. Ik was de moeder, de achtergrond, een soort locatie. De psycholoog John Bowlby omschreef de moeder ooit als de allereerste plek die een kind leert kennen. Een standplaats, opgetrokken uit geur, textuur, geluid en warmte. Een locatie dus eigenlijk. En vanuit die locatie kan een baby de wereld stukje bij beetje verkennen, onbevreesd, omdat er altijd een veilige plek is om naar terug te keren. En dat wist ik nog niet toen die echo werd gemaakt. Ik wist überhaupt nog niet wat het betekende om voor een kind te zorgen. Maar als ik nu naar die echo's kijk, dan zie ik wel dat zorg hetzelfde doet als mijn lichaam op die foto's. Het verbergt zich. Zo goed dat het verdwijnt. Mooi. Dankjewel. Hoe meer en hoe beter je zorgt, hoe onzichtbaarder je zelf wordt. Ja. Dat klinkt heel erg frustrerend. Ja, ik denk dat het vooral frustrerend is als je zelf dus ook niet... Kijk, dat kind het niet ziet. Dat is een beetje de bedoeling. Maar als je zelf ook niet ziet dat wat je aan het doen bent. Dat je niet ziet dat dat van waarde is, dat dat ook werk is. Dat dat bijdraagt niet alleen... aan de ontwikkeling van je kind, maar uiteindelijk aan de samenleving. En dank je wel dat je een kind hebt gekregen. Ja, dan verdwijn je gewoon half voor jezelf ook. Dan is die waarde dus ook niet meer zichtbaar, die je eigenlijk bijdraagt aan... Nee, en ik denk dat we dat sowieso in de samenleving... dat we zorg niet op waarde weten te schatten. Zodanig dat je het ook vaak zelf niet meer ziet. Ja. Denk je dat dat is omdat het door vrouwen wordt gedaan? Ja. Nou, het is omdat het door vrouwen wordt gedaan. Het is ook omdat zorg de hele dag door elke dag wordt gedaan. Het is nooit iets nieuws. Het is altijd al aan de gang. Dus dat maakt het moeilijker te zien. En het gebeurt natuurlijk ook vaak achter gesloten deuren, binnenshuis. Het is geen publiek iets. Ja, je moet het denk ik telkens weer opnieuw doen, hè? Ja. Dus het is ook... Je hebt nooit een soort afproduct, want het begint steeds weer van vooraf aan. Nee, je hebt niet een hele dag gewerkt en nu is er een computer. Ik heb de hele dag gewerkt en het is weer een troep. Ianthe, je had het net over dat je ook heel zichtbaar bent, hè, als moeder. Maar je bent aan de andere kant natuurlijk ook onzichtbaar. Ja, dat is wat Lynn net echt heel mooi beschrijft, vind ik. Dus heel veel van wat je doet is niet te zien inderdaad voor de buitenwereld. Omdat het achter je voordeur... Ja. plaatsvindt. Dus ik vind altijd hier, dat klinkt heel suf, maar we hebben dan op dinsdagochtend, dat is om 10:00 redactievergadering. En dan kom ik daar en veel van ons ook, het zijn weinig collega's die kinderen hebben. En dan kom ik daar bezweet binnenrennen en dan is iedereen en ben ik altijd een beetje bang dat mensen denken van, oh man, die is net wakker. Terwijl ik heb er gewoon een hele ochtend van sloven, ook weer niet zo erg, maar wel op zitten, Ik heb, met mijn kind gespeeld, ontbijt gemaakt, een was gedaan vaak. Dus, en dat zo onzichtbaar is wat je eigenlijk allemaal doet qua werk, qua in die zorg. Dat vind ik soms wel lastig. Terwijl je hoeft toch ook weer niet van iedereen een soort van heel groot applaus of zo. Maar als dan vervolgens dus iemand zegt... Goh, al die vrouwen met die deeltijdprinsesjes... die de hele dag op de bank zitten of op een yogamatje... dan is het wel irritant, toch? Ja, heel erg. Moeten we die moeder zichtbaarder maken? Wat zeg je? Kunnen we dat zichtbaar maken, dat werk? Ja, je bedoelt je andere werk? Ja. Je bedoelt je thuiswerk? Ja. Maar ik denk dat je ook als partners naar elkaar kunt toegroeien. Zoals jij zegt, ik moet dan kennelijk toch meer doen of meer op me nemen. Ik denk, je bent allebei gewend om je werk gewoon te doen. En als je thuis komt, dan kun je samen een glaasje drinken of je been op tafel leggen en denken, het is... Maar zodra er een kind is, is dat natuurlijk totaal anders. Maar dan kun je die rollen doen. Zolang die in de baarmoeder zit, kun je het weinig uit handen geven. Voorlopig, zolang het niet anders is. Maar daarna kun je beide rollen, behalve dat zogen misschien... Kun je het toch behoorlijk verdelen. En vooral omdat je allebei van je werk houdt. Dat is toch belangrijk. Omdat dat moet je allebei kunnen accepteren van elkaar. Ja. Ik denk ook wel dat... ik denk dat Thijs en ik daar... maar mag je ook zelf wat over zeggen... best wel een redelijke manier en balans in... gevonden hebben. Maar ik denk wel dat de manier waardoor wij opgroeien, dat je toch als vrouw of als moeder ook snel dingen naar je toe trekt, omdat je denkt dat ze jouw taak zijn. En het wordt natuurlijk heel erg, nou ja, toen mijn zoon geboren werd, toen hadden mannen geloof ik 5 dagen zwangerschapsverlof, terwijl ik was er 3 maanden uit. Dat maakt het natuurlijk scheef, want ik was gewoon 3 maanden thuis en hij 5. En hij heeft iets langer vrijgenomen, dus hij 2 weken. En daarna werd van hem ook wel verwacht dat hij weer aan het werk ging. Dus dan, ja, dan komt er ook een gekke disbalans in, alleen al door het aantal uren dat zal dan toch, ja. Dus er groeit sowieso iets scheef in. Los nog van dat ik denk dat je als opgroeiende kinderen andere dingen aangeleerd krijgt die voor jou belangrijk zijn. Ja, je hebt al die oude stemmen nog in je hoofd. Maar daarom is het zo cruciaal om te werken aan het veranderen van die stemmen, zodat dingen vanzelfsprekender van beide kanten worden. En daarom is het zo belangrijk dat je dat gaat laten, dat je het zelf laat zien. Ik denk dat maakt echt alles uit. Ja. Nou, volgens mij is dit een mooi slot voor dit gesprek. Heel erg bedankt Mineke Schipper en Lynn Berger. Het mag geapplaudiseerd worden natuurlijk. Ja, Ianthe, dan wil ik jou vragen om weer even iets aan ons voor te lezen. Bladzijde 221. Dankjewel. Toen mijn zoon 1,5 jaar oud was, ging ik een paar dagen alleen weg, omdat ik weer eens iemand wilde zijn in het diepst van mijn gedachten. Ik logeerde in het huis van mijn oom en tante die met vakantie waren. Op de eerste ochtend ging ik zwemmen in de buitenlucht en terwijl ik baantjes trok, vroeg ik me af of ik veranderd was. Ik was minder aardig geworden, dat was zeker. Ik was dan ook veel te lang veel te aardig geweest. Te aardig zijn betekent dat je mensen ruimte en tijd laat innemen die je eigenlijk niet wil delen. Daar was ik mee opgehouden, want die ruimte en tijd had ik dankzij mijn baby niet meer. Het betekende dat ik nog vaker dan vroeger in confrontaties terecht kwam. Het betekende dat ik veel eisender was geworden en minder bereid me te schikken. Misschien maakte dit me in de ogen van anderen tot een moeilijk mens. Muzikant en producer Sef Dalisa zei in een interview heel treffend dat moeilijk om mee te werken voor vrouwen in de muziekindustrie vaak betekent moeilijk om misbruik van te maken. Ik was veranderd, want ik liet geen misbruik meer van me maken, of ik probeerde in elk geval geen misbruik meer van me te laten maken. Paradoxaal genoeg dwong mijn kind me, doordat hij het me onmogelijk maakte te doen wat ik wilde, te kiezen voor wat ik echt wilde doen in de weinige tijd die er was. Juist door mijn vrijheid te ontnemen gaf mijn kind mij vrijheid. Hij gaf me op een bepaalde manier de mogelijkheid om te kiezen. Ik werd dan misschien bepaald door hem, maar veel minder door mijn beleefdheden en goede manieren die mijn doen en laten in het eerste deel van mijn leven grotendeels bepaald hadden. Wat ertoe geleid had dat ik me lang had weggecijferd en geschikt in een ondergeschikte rol, zoals dat van mij en andere vrouwen verwacht werd. Ook nu stak de woede de kop op. Ik was boos over al die keren dat ik me onnodig had weggecijferd. De keren dat ik mijn grenzen niet had aangegeven, over mijn angsten voor de lunchtafel. Over de tijd die ik had besteed met in de spiegel kijken en mezelf te dik vinden. Over al die keren dat ik iets had willen zeggen in een vergadering maar het niet gedaan had. Over al die keren dat ik een man had laten wegkomen met de waardering voor iets wat mijn verdienste was. Na 1,5 jaar met mijn zoon... leven met mijn zoon was ik veranderd. Hoe kon het ook anders? Het is natuurlijk onmogelijk niet te veranderen als je je levenslang verbindt aan een nieuw leven. Het was eigenlijk absurd dat ik zo graag hetzelfde had willen blijven uit angst voor de moederrol. Uit angst om als moeder en dus saai en onaantrekkelijk gezien te worden, had ik mezelf bijna verloochend. De geboorte van mijn zoon had me rimpels gegeven in mijn voorhoofd. Rimpels die je eerst alleen zag als ik fronste. Er verdween een bepaalde lichtheid uit mijn leven, omdat ik me ten volle besefte hoe schaars de tijd is. Niet alleen de tijd die ik heb naast het zorgen voor hem, wat een dagtaak is, maar ook de tijd in het leven in het algemeen. Met een kind gaan jaren voorbij alsof het dagen zijn. Voordat je er erg in hebt, zijn ze verstreken. Voor je het weet is alles weg. Schrijfster Rivka Galchen schrijft in haar boekje Little Labors over hoezeer ze verandert na de geboorte van haar dochter, die ze de Puma noemt. Ik voelde me plotseling ouder. Dit is Rivka. Ik voelde me plotseling ouder, hoewel de Puma me ook, in het effect dat ze op me had, tot een heel erg jong iemand maakte, op een bepaalde manier. Op de manier dat alle banale, of niet, objecten en ervaringen rondom mij weer betoverend werden. De wereld leek belachelijk, verdacht, doorspekt van betekenis. Je zou kunnen zeggen dat de Puma me meer tot schrijver maakte, of op zijn minst een bepaald soort schrijver. Precies zoals ze van mij iemand maakte die voortdurend niet schreef. Ik hou ervan dat Galchen het krijgen van een kind zo verbindt aan haar schrijverschap en zonder scrupules opschrijft dat het haar meer schrijver maakte en niet minder. Ik hou van haar zorgvuldige formuleringen met slagen om de arm in combinatie met de brutaliteit waarmee ze deze aanname poneert en hem zo tot waarheid maakt. Ik hou ervan hoe ik nu durf te schrijven en dingen deel die ik eerder niet voor mogelijk hield. Dankjewel. Sarah Sluimer en Niña Weijers wil ik graag naar voren vragen, allebei schrijver. Allebei ook columnist en schrijver van andere stukken. Fijn dat jullie er zijn. Eerste vraag voor jullie allebei. Waar waren jullie niet op voorbereid toen je moeder werd? Ja. Waar ik niet op voorbereid was? Ja. Op ongeveer alles. Ja. Ja, je bent nergens op voorbereid natuurlijk. In mijn ervaring was het zo dat ik had een set concrete angsten. En die kwamen eigenlijk allemaal niet uit. En daar in de plaats voor kwamen hele verrassende dingen die ik nooit had kunnen verzinnen. Dus het is ook een cliché, maar... Wat voor dingen dan? Noem eens één. Ja, nou, een angst die bijvoorbeeld niet uitkwam, we zullen het misschien ook nog over hebben, weet je, die eeuwige dichotomie tussen kunstenaarschap of schrijverschap en moederschap. En dat was ook heel lange reden dat ik eigenlijk aan kinderen niet wilde beginnen, of dat ik daar heel erg ambigu over was. En toen het eenmaal zo ver was, toen ik een kind had... en mijn kind is nu 10 maanden, dus dat is betrekkelijk kort geleden... maar bleek die dichotomie helemaal niet op die manier te bestaan. En bleek ik er helemaal niet zo over te denken als twee grootheden... die elkaar ofwel uitsloten of überhaupt in oppositie tot elkaar bestonden. En ik denk dat heel veel dingen die ik van tevoren had bedacht... die in oppositie zouden zijn... zoals een oppositie bijvoorbeeld tussen autonomie en afhankelijkheid... dat die nu ook niet meer op die manier bestaan. En dat ik op een andere manier tegenaan kijk. Wat eigenlijk iets positiefs is. Ja, heel goed eigenlijk. Ja. Ik vond het een complete aardverschuiving. Compleet. En ik was wel redelijk lam geslagen, denk ik. En ook helemaal niet depressief, maar... Ik kan me wel herinneren van die eerste maand dat ik gewoon soms dan thuis was... en dat ik dan met die baby zat en dat ik niets eigenlijk dan gedaan kreeg... en dat ik ook de gedachte om naar buiten te gaan en de drukke stad in te wandelen... ook heel beangstigend vond. En dat ik dus eigenlijk de hele tijd in een soort niemandsland aan het... schipperen was en ook niet tot een heel coherente gedachte kwam... wat ik mezelf dan ook wel weer verweet. Ik vond dat helemaal niet zo leuk, eigenlijk. Nee. Dus het is wel herkenbaar wat we net met Janthe bespraken... over die watten die zij probeerde weg te jagen tegen wil en dank. Ja, het zijn watten, maar het is ook gewoon tijd. Het is als je gewend bent om altijd een film af te kijken... en dat lukt opeens niet meer... Ja. Omdat dat kind dan de film duurt zeg maar 1,5 uur... en dan wordt hij na 1 uur en 20 minuten wakker. En dan kan je dus de laatste 10 minuten niet zien. Dat zijn dan de kleine... Maar alles wordt non-stop geïnterrumpeerd. Nou moet ik zeggen, was dus... Toen ik mijn eerste kind kreeg, inmiddels heb ik gewoon echt 0 leven meer. Dus je hebt er nu 3, hè? Ja. Ik heb het totaal opgegeven om überhaupt 10 minuten film te kijken. Ik ben gewoon helemaal in de overgavestand gegaan. Maar dat vond ik toen allemaal nog heel erg... en later kwam de boosheid, denk ik. Ja. Want je herkent wel die boosheid van Ianthe. Ja? Ja. Ja, ik heb hem nog steeds. Ja. Ook omdat ik het idee heb van in mijn leven ga ik uiteindelijk hier niet volledig in winnen. Gaat gewoon niet gebeuren. En de complete oneerlijkheid van hoe bizar hard het werken is. Het is zo hard werken. En dan ook nog ondertussen proberen om te eigenlijk gelijk te lopen aan bijvoorbeeld schrijvers zonder kinderen... of je daarmee te vergelijken, dat is gewoon niet... Dat is unfair. En dus dan moet je op een gegeven moment daar een soort manier in vinden. Ik las een stuk van je op de Correspondent van al een tijd geleden hoor. Maar daar schreef je ook van, het is gewoon heel vermoeiend om die standaard te bevechten de hele tijd. Het is soms bijna zo vermoeiend dat je ook denkt, ik kan het ook niet doen. Ik kan het ook gewoon zo laten. Of het in ieder geval niet meer in het openbaar te bevragen. Terwijl dat vind ik juist heel goed in Ianthe's boek. Dat ze zegt, nee, maar je moet juist het instituut omverwerpen. Om uiteindelijk op de langere termijn die verandering te bewerkstelligen. En je kan wel binnenshuis ruzie gaan trappen met je partner. Maar dat... daar wint niemand uiteindelijk... Ja, je wint heus wel soms iets van. Daar word je ook heel verdrietig van. En heel onmachtig. En heel... dat schiet niet op. Maar het is inderdaad... Het is heel vermoeiend. En zodanig, dat ik... Dit is eigenlijk heel... Het is misschien ook omdat ik super moe ben. Nee, valt mee. Maar dat ik inmiddels denk... Er is wel een bepaalde grens die ik nu heb bereikt... waarin ik denk van inderdaad, dat ga ik misschien niet meer bevechten. Of daarin zorg ik alleen maar voor mezelf. Ja, bij wat voor dingen denk je dat? Ik vind het heel dapper dat Ianthe dit boek heeft geschreven en heel erg nodig. Maar ik werd daar ook gewoon echt een beetje verdrietig van. Omdat ik dacht, ik heb hier echt de energie niet meer voor, weet je wel, om dit te doen. Ook inderdaad omdat gewoon het is zo belangrijk, maar alleen al vandaag dat ik had het daar even met Ianthe over via app, dat er dan toch weer een paar mannen zijn die op Twitter zo laatdunkend zich uitlaten over dit onderwerp. En dat je... Als je dit dus hebt geschreven, dat zij zich nu ook moet afvragen... God, dan gaat er een of andere mannelijke recensent dit straks, weet je wel, lezen. En die gaat hier dan niet van vinden. En weet je, het is, er zit al zoveel tegenslag ingebakken in zo'n product. Terwijl wat mij betreft zou het echt door iedereen... Ik heb ook tegen mijn vriend gezegd, jij gaat dit lezen. Jij gaat dit morgen lezen. Arme Willem. Ja, arme Willem, ja. Maar met iedere stap die je probeert te bevechten... krijg je er 10 terug eigenlijk in je gezicht. Ja. Dus je moet ook soms wel eventjes gewoon onder de golf gaan liggen, denk ik. En dan misschien weer even wat kracht vinden om er tegenop te staan. Misschien is dat meer de fase waar ik even in zit. Dat zou ook kunnen. Ja. Maar ja. Maar jij schrijft, Sarah, jij schrijft hele mooie columns, vind ik, ook echt over jouw gezinsleven. Maar merk je dan dat je daar ook, denk je dat er anders naar jou gekeken wordt daardoor? Of vind je het lastig om dat als onderwerp of als serieus onderwerp te... Wat ik me realiseerde net, was dat die columns, die heten... Sarah's leven. En dan heb ik gewoon gedacht, op een gegeven moment zeiden ze van... nou, wil je die column vast? En toen zei ik, dat is goed. Toen zeiden ze, dan noemen we het Sarah's leven. Toen dacht ik, dat is ook wel waar, want het gaat over mijn leven. En ik zat daar net, toen dacht ik... maar dat is een soort lieve Lita, weet je wel. Sarah's leventje, met haar kindjes en zo. Terwijl, ik vind het best serieuze columns eigenlijk. Ja. Dus ik ga daar ook wel iets over zeggen. Ik heb me nu voorgenomen van, waarom kan niet gewoon mijn naam erboven, weet je wel. Ja. Ik merk dat niet zo heel erg. Nee, maar ik denk wel dat mensen dat denken. Maar misschien durven ze het niet tegen me te zeggen. Of zo. Dat zou kunnen. Niña, in NRC schreef jij... moeder worden is ook zo snel mogelijk bewijzen... dat je niet door het moederschap wordt gedefinieerd. Herken jij dit, wat hier gezegd wordt? Ja, tuurlijk. Ik herken alles. Ja, en ik probeer inderdaad ook daar doorheen te navigeren. En voor mij is het wel zo dat het toch meer dan Sarah nu formuleert in ieder geval... dat het schrijven voor mij wel een manier is om me ergens altijd weer uit een soort kluwen te bevrijden... of het nou over het moederschap gaat of niet. Maar juist, ik had dit hele concrete situatie. Ik had een opdrachtgever. De kans is denk ik groter dat ik door de bliksem word ingeslagen dan dat ze hier in de zaal zit. Maar een opdrachtgever en die en ik was zwanger geweest en ik had 4 maanden was ik eigenlijk eruit geweest, zo gezegd. Maar ik ben natuurlijk een freelancer, dus dan durf je al bijna niet van verlof te spreken. En die opdrachtgever, en het was sowieso een heel onaangenaam gesprek. En ik had meer tijd nodig voor het project. En het enige wat ze zei was... je bent maar een freelancer, je hebt helemaal geen recht op verlof. Wat trouwens ook onwaar is, want je krijgt ook gewoon als freelancer van het UWV een uitkering en zo. Ja. Maar dat, ik was eigenlijk toch grappig genoeg. Weet je alles in theorie en ook in de praktijk. Maar soms als je tegenover iemand zit die zoiets tegen je zegt, ben je eigenlijk... Ja, ik was echt onthutst. Mm. Weet je, ja. Alsnog. En voel je misschien in een... Weet je, ik voelde me lam geslagen, maar dat in die zin, daar schrijft Ianthe ook over, van dat inderdaad hè, die woede, de engel doden in de huiskamer, waar Virginia Woolf het ook over heeft, is ook een voor mij is het ook wel echt een drijvende kracht. Dus dan denk ik, jezus, dan denk ik dat in tweede instantie. En dan kan ik er wel over schrijven. Dus over zo'n situatie. En het is niet dat ik 1 op 1 die situatie ga beschrijven. Maar iets wat ik... Weet je, ik kan me wel laten horen op een andere manier. Ja. En dat helpt mij wel. Maar misschien komt dat ook omdat ik herkende me nogal in Lynn. Die zei, ik ben eerder teleurgesteld. Maar ik vind het wel nuttig om sinds ik moeder ben echt heel concreet in situaties te komen waar ik echt woedend van word. Dus dat is voor mij ook goed omdat... Dus het is natuurlijk altijd de zaak van hoe zet je iets om in iets anders. Mm. Dat is altijd de vraag die je als schrijver ook altijd stelt. Want je zet altijd... Sarah's leven is natuurlijk niet Sarah's leven. Maar dat is een heel... Ik bedoel, wat jij doet is... Ja, het lijkt alsof er een enorme dagelijksheid in die columns... Maar ondertussen gaat het over de grote dingen. Dus je bent bezig om iets te transformeren. Daar ben je altijd mee bezig. En in die zin vind ik het moederschap... In alles, alle facetten die je daarin meemaakt, alle onzichtbaarheid. Inderdaad, dat schreef Sarah Manguso. Hoe heet dat boek? Misschien weet Lynn dat. Ik ben even de titel kwijt. Maar die schreef een prachtig boek over... Sorry, ja, ongoingness. Hoe tijd inderdaad een volledig ander concept werd op het moment dat zij moeder werd. En hoe zij inderdaad dacht... Ze keek naar de baby en ze dacht, ik ben helemaal geen persoon voor hem, maar landschap. En daar hadden jullie het net natuurlijk over. En dus dat vind ik op een bepaalde manier ook een heel... Ik vind het heel leuk, ook interessant om ineens een landschap te zijn. En nu ben ik het heel letterlijk, want dat kindje die gebruikt mij alleen maar om zichzelf aan op te trekken momenteel. Dus ik denk dan, oh, ik ben een soort berg. En hoe is het dan om een berg te zijn? En hoe... Ja. Dus ik probeer, misschien is het ook een soort wanhopige poging om alles wat scheef is toch een beetje recht te trekken. Maar zo doe ik het in ieder geval. Ja. Ik vind het ook wel interessant dat je net zei van... Ik had heel erg het idee van autonomie en een baby, dat gaat niet samen. En kunstenaarschap en een baby. Maar nu blijkt dus dat het wel best wel kan. Hoe is dat gegroeid? Ja, dat is niet per se gegroeid. Het is gewoon, denk ik, die baby heeft voor mij... en daar had Ianthe het ook over en heeft het ook over in haar boek... van ja, hoe dan ook, je bent daar veel tijd mee kwijt... maar je bent je ook heel bewust dat je de tijd die je wel hebt... dat voor mij, die wil ik, daar wil ik schrijven. Ja, en die ruimte is heel noodzakelijk. En dat herkende ik ook aan... Toen inderdaad ik de eerste maanden met de baby thuis zat... en de vader veel sneller een leven had. En die kwam dan terug en die had lezingen gegeven. En die was in de wereld geweest. En ik voelde me echt een soort totaal van... vertel me dan hoe het was daar. En ik zat daar, weet je wel. En het voelde ontzettend scheef. En echt heel moeilijk vond ik dat. En ik vind het heel prettig dat dat op een gegeven moment... weer een beetje... Dat recht trekt, ja. Ja. Ik denk ook wel, want dat is wel... Ik ben het steeds makkelijker gaan vinden met ieder kind om terrein terug te winnen. Dus bij die eerste keer is het ook inderdaad... die fysieke ervaring is zo overweldigend, dat alleen al... dat je gewoon die verbinding en alles... en dat hagelnieuwe aan ieder moment... wat jij ook beschrijft, dat ontzettend veel ruimte inneemt... voordat je... dan is het terugwinnen van je tijd om te schrijven... Hè, de kamer voor jezelf... voelt ook veel meer als een soort statement... en als een zuurstof. Weet je, en als zuurstof. En nu heb ik dat eigenlijk een soort met één hand zo, weet je wel. Omdat je die baby ook minder serieus neemt, denk ik. Want je... Je weet gewoon inderdaad, dit is een baby, dit is wat baby's doen, weet je wel. En dit is wat ik met die baby kan. En je bent allemaal wat... het is niet eens relaxter of zo. Want ik vind met 3 is relax zijn best ingewikkeld. Maar je kan het allemaal een beetje van je af laten glijden of zo. Makkelijker. Ja, daar komt misschien een soort ritme in. Ja, sowieso een ritme, dat moet. Je hebt een soort militaire operatie te runnen. Elke dag. Maar ik ben echt totaal niet gefrustreerd. Nee. Het is ook... nee, we gaan niet zeggen het is ook geweldig deze avond. Dat nemen we gewoon aan, dat weten we. Dat weten we. Maar er is bepaalde bergen heb je al beklommen of zo. Dus het enige wat je weet is inderdaad na zo'n babytijd... zo'n derde keer van nu even schrap zetten... want nu moet je dus wel in 1 keer door. En nu ga je dus wel eventjes die meters maken. Als je dan die tijd hebt. Ja, ja. Maar dat is misschien, wil ik daar nog even op aanhaken... van we hebben het natuurlijk heel erg ook gehad over die fysieke aspecten... maar je zegt ook het is een militaire operatie... En dat is het natuurlijk. En respect voor 3 kinderen. Maar dat is iets waar ik wel, zeg maar in huiselijke sfeer... echt boos om kan worden. Is een aspect waar we het volgens mij wat minder nog over hebben gehad. Inderdaad, dat je dus de mentale last van moederschap. Absoluut. Dus letterlijk, ik zie soms mijn brein voor me... En dan zie ik de plek, de ruimte die wordt ingenomen. Want dat was misschien ook een verrassing die ik niet had aanzien komen van het krijgen van een kind. Voor mij is niet zozeer het zijn met dat kind en die tijd die hij concreet in beslag neemt. Maar al die dingen eromheen. En dat zijn natuurlijk ook typisch van die onzichtbare dingen. En het erge is nog dat ik kan zelfs aan de vader heel vaak niet communiceren... wat het allemaal is waar ik aan denk. Ja. Omdat ik zorg dat het Je leeft het of zo. Nou, en ik plan het. En ik ben veel meer bezig met... ik moet volgende week in de Balie zijn. En dan, maar jij bent ook, weet je. Dus het klinkt heel truttig. Maar dat is dus inderdaad... Dan zie ik soms mijn hersenen voor zich. En dan vind ik het echt heel erg vervelend... dat een deel van mijn geest, die van mij is... dat die natuurlijk... veel meer wordt ingenomen door dit soort beslommeringen dan die van de vader. Dat is in mijn geval. Misschien is het, maar ik lees ook vaak dat eigenlijk heel vaak de grootste... Dat mensen wel praktische zaken nog redelijk eerlijk kunnen verdelen. Maar dat moeders nog altijd de tractaties... Weet je wel, alle dingen... gewoon een helikopterview. En ik heb vorige week met Willem de test gedaan... dus met mijn vriend in de... Volkskrant. Die is... En toen kwam er uit dat we qua uitvoerende taken... 50-50, 51, 53... En qua mentale last was het 70-30. Ja, maar dat hoor ik van iedereen. En toen waagde hij het te zeggen... Toen zei hij, ik wil deze uitslag eigenlijk wel even aanvechten. Want ik ben het hier niet mee eens. En daar had hij de mentale ruimte namelijk. Want, zei hij, ik heb laatst de tandenborstels voor de kinderen besteld... en dat soort dingen staan er niet in. Nou, toen... had ik bijna een soort Nora van Ipsen gewoon de deur achter me dicht. Ja, tas gepakt. Ja... Ianthe, ja, Niña zegt het ook, hè. Het is soms heel moeilijk om die emotionele lasten te communiceren naar iemand... omdat het allemaal vage regeldingen in de toekomst... Hoe doe je dat? Ja. Proberen de ander ook te motiveren om ergens aan te denken. Maar ja, het is ook... Ik heb me daar ook heel erg boos over gemaakt. En ik heb me nu ook... Ja, ook zeg maar... Ik probeer heel erg in mijn... na de woedetijd ook dankbaar te zijn voor de dingen waar ik niet aan denk. Zoals ik denk nooit aan iets met de auto. Dat vind ik heel lekker. Maar ja, het is ook... ik weet niet op hoeveel wij zitten, maar het is ook... ja, dus en dat herken ik wel van wat Sarah zei. Je kan je er ook boos over blijven maken. Maar dat, ja... Dan maak ik me liever boos over... zeg maar vreemde man op het internet... dan over deze verdeling of zo. Dus denk ook een keuze waar je boosheid... naartoe gaat. Maar ja, ik denk dat ik draag die... Ja, nou ja, mentale last denk ik wel meer dan mijn vriend. Maar ja, ik heb me daar dan op de een of andere manier... Je kan niet op alle terreinen. Nee, en ik denk dat ik dat wel kan accepteren... door ook gewoon heel egoïstisch te zijn op andere vlakken. Dus dat... Ja, precies, ja. Dus dan... Ja. Dus dan s'avonds... Ik heb vaker s'avonds werk. En dan, dan denk ik, ja... Succes. Ja, maar het is inderdaad wat Niña zegt, dat je hersenen, zo dat gebied dat een soort de hele woem, woem, woem bezig is, non-stop, onderbewust, ja, met al die dingetjes, al die dingen de hele tijd. De lekkage bij het babyraam, weet je wel, het is non-stop, ja, en ik moet dit regelen. En ik zat dus net ook te denken, ik hoop dat hij de keuken heeft opgeruimd als ik thuis kom, want morgen gaan we naar Artis, dus dan moeten we morgenochtend eigenlijk, want dan moet de keuken, want ik moet ook nog 3 wassen eraan, weet je wel. En dan weet ik gewoon dat hij niet op die manier denkt. En het is woestmakend, want ik vind ook echt dat mannen, nou, ik blijf dat dus ingewikkeld vinden, maar toch dat mannen daarin het offer groter moeten maken. Ze kunnen, ja, dit. Ze kunnen dit. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dus ja, dat denk ik ook. Ja. En ertoe in staat. Ze, ja, zouden ertoe in staat moeten zijn. Ze kunnen ook op hun werk 100 dingen plannen, ja, weet je wel. Dus ze moeten dat net zo goed thuis kunnen. Maar om er nou echt een echtscheiding, weet je wel, dat is natuurlijk... Nee. Ja, ik las ergens in dat boek, volgens mij was het All the Rage, The Myth of Equal Partnership... Het was, en zij heeft heel veel mensen geïnterviewd en zij is zelf ook psycholoog. En zij zei dat ze op een gegeven moment een koppel had en die hadden echt van elke mentale taak die de vrouw in haar hoofd had, hadden ze een soort van chart gemaakt en echt alles verdeeld. Maar ze hebben het eigenlijk niet gered, concludeert zij. Oh ja. Maar die man haakte af, die dacht... Nou ja, het wordt ze beschrijft niet helemaal precies hun scheiding, maar het is niet gelukt. Nee. Maar zouden mensen dan niet ook kunnen zeggen van ja, maar ja, moet dan per se alles zo op jullie manier? Kun je niet ook gewoon een keer wat dingen vergeten en dan maar niet naar de tandarts of zo? Ja, maar dat is... Daarmee is het dus aan te raden. En dat is om gewoon ook af en toe zelf even weg te gaan. Ja. Een paar dagen, een week, weet ik het. Maar gewoon er niet te zijn. Ik kan het eerlijk gezegd goed. Ja. Als ik er niet ben, ben ik er niet. Ja. En ik ben niet zo iemand die dan de hele tijd gaat appen. Nee, dan denk ik van... waarschijnlijk overleeft het kind dit wel. Dat is toch het belangrijkst. En hoe precies dat... dan moeten ze maar even inventief zijn. En het is ook... Ja, ik vind het ook wel heel grappig... dat dan bepaalde dingen totaal niet gaan zoals ik ze zal doen. En iedereen overleeft het. En dat is ook goed. Dat wordt het is soms vaak, zelfs makkelijker om in je eentje met je kind te zijn dan met z'n tweeën. Ja. Ja. Is mijn ervaring dat alles veel soepeler verloopt. Nou ja, dat is even een losse observatie. Nee, ik denk dat dat zo is. Maar wat ik ook een beetje, wat ik gewoon niet helemaal geloof, wat ik in elk geval moeilijk vind, is dan wordt er heel vaak gezegd als het over dit soort onderwerpen gaat, ja, maar ja, die vrouwen trekken ook alles naar zich toe. En die vrouwen die gaan het ook al doen voordat de man het heeft kunnen doen. En ja, die vrouwen die willen het eigenlijk niet uit handen geven. Ja, jullie geven ze en dan denk ik ook wel, ja, dat is wel lekker makkelijk. Want je zegt, ja, je geeft ze ook weer de... Nou ja, ik vind dat toch te makkelijk. Ik denk dan toch, ja, dat... Ik bedoel, dan zou die man toch ook een beetje meer... Die is dan ook wel heel lamlendig of zo op een bepaalde manier. Jawel, maar het is wel, er zit wel iets in. Ik zat laatst... of zat mijn vriend met een vriend van hem op het terras... en die vriend die was heel erg aan het zeuren over zijn vriendin. Maakt niet uit waarom. En zij is zwanger en het was een beetje zo mopper. En toen zei mijn vriend, die was daar zelf ook heel trots op tegen hem... van ja, maar weet jij welke maat kleren jouw kind aan heeft? En heb je ooit wel eens schoenen voor hem gekocht of zo? En toen bleek dat niet... Nou, ik denk dus echt... Ik ken geen één man die de kleding voor zijn kind koopt. Of die weet... Oh, mijn zoon heeft schoenmaat 27. Dat gewoon niet. Datzelfde geldt ook voor mijn vriend. Dus ik vond het ook wel heel cocky dat hij tegen zegt... Maar weet jij welke maat... Schoenen je dit had hij in de Volkskrant gelezen. Ja. Nou, ik had het tegen hem gezegd omdat ik het in de Volkskrant had gelezen. Het was allemaal heel erg omslachtig. Maar toen zei ik tegen hem van, nou oké, ga die kleren dan kopen. En toen zag ik hem dus heel druk bezig om allemaal dingen in een mandje te doen en zo. En toen keek ik zo en toen dacht ik, ja maar dit vind ik... Ik vind niet super. Wat nu? Ja. Dus toen ging ik het dus overnemen. Van, nou, geef me even hier. Ik vind dit wel leuk, maar dit weet je wel. Toen zag ik hem ook zo. Toen dacht ik, ja, wat ben ik nou voor lul? Dit is... Ja. Dus er zit wel, soms denk ik wel van... Ik zit er ook bovenop. En Ja, ja. Ja. Daar valt iets te leren. En soms moet je gewoon, moeten die kinderen gewoon met een kapotte broek naar school dan. Ja. Weet je wel, ja, tot ze... Verleven ze ook wel. Ik wil nog heel even naar één ander onderwerp. En dan gaan we even kijken of er nog mensen in de zaal... misschien wat mannen terug willen praten. Of andere vrouwen willen zeggen. Ianthe, je las net ook voor, hè, dat mensen je nu waarschijnlijk een moeilijke vrouw vinden. Ja, nou ja, misschien vonden ze dat al lang. Maar je bent nu natuurlijk heel hard bezig met grenzen stellen en je tijd niet meer in laten nemen. En is er ook een grens in soort van iedereen tegen je in het harnas werken en wel gewoon die ruimte afbakenen? Is dat moeilijk? Nee, ja, ik denk wel dat ik zeg maar dat het een leerproces is, maar ik probeer wel dat te doen op een manier dat ik anderen meer manipuleer in plaats van confronteer. Dat lijkt me wel... Een subtielere manier. Ja. Dus ja. Is dat niet ook iets wat je hebt geleerd van de omgang met je kind? Want ik merk dat heel erg. Dat je de hele tijd aan het schipperen bent met een kind. Onderhandelen en zo. Ja, of dat je daar dan toch iets van een soort zachtheid of zo in... Ja. Ja, en ik denk ook wel dat ik nu heel erg zeg maar... dan... Dat ik merk dat eigenlijk, nou ja, zoals een kind gezien wil worden... dat andere volwassenen dat ook heel erg hebben. Dus dat heb ik wel heel erg geleerd. Dus dat ik, nou, mijn zoon is dan nu 3. En die wil dan, dus dan zegt hij ook, kijk eens. En eigenlijk doen we dat als volwassenen natuurlijk ook heel vaak. Dus dat we zeggen van, kijk eens. En dat je wil dat de ander dat iets van jou of jou ziet. Mm. Dus ik probeer wel ook in mijn omgang met mensen dan... meer dan vroeger te laten zien dat ik ze zie. Ja. En dat is wel iets wat ik heel erg van mijn kind heb geleerd. En dat is wel echt nuttig. Ja. In plaats van alleen maar zeggen wat je wil. Ik denk ook wel eens van, het is gewoon wat het is. Het gaat hier natuurlijk heel duidelijk ook over jonge kinderen. Mm-hmm. En die periode van je leven duurt maximaal, zeg maar, bij sommige mensen 5 jaar, bij andere mensen 10 jaar. Dat is ongeveer, in die 10 jaar is iedere dag spannend. Mm-hmm. En super saai. Tegelijk. Dat is wat Lynn ook heel mooi heeft beschreven. Of in ieder geval las ik dat in haar in de tweede. En daarna is dat ook weer voorbij. En ik vind ook een soort het gevecht dat het is... en wat het allemaal oproept, is natuurlijk ook magistraal. Ja. En het feit dat je weer eens ook ergens in verdrinkt af en toe. Want dat heb je niet heel vaak als volwassene. Hè? Dat je zo geleefd wordt, dat dingen je overkomen. Dat je helemaal kapot en weet ik wat. Het heeft ook iets. Nee, toch? Maar echt, dat is eigenlijk nog niet echt benoemd hier. Dat het een soort totaal grillig, bizar avontuur is. Waar we ons allemaal, dus heel veel mensen zich aan committeren. Maar het heeft heel weinig wat daadwerkelijk heel truttig is. En het truttige is voor mij, heet het die logistiek... maar de rest is echt gewoon een wild ride. En inderdaad, een soort gek... dat je echt best wel verbaasd bent dat iedereen ter wereld in de geschiedenis... weet je wel, dat iedereen de hele tijd maar gebeurt. Ja. Dus dat is inderdaad... Het heeft ook iets veel wilders dan ik van tevoren misschien had gedacht. En het is niet alleen... En die kaders geven je natuurlijk ook weer een soort... Dat is niet alleen maar naar suf of truttig of alleen maar in je huis zitten of zo. Maar ja, je kunt... En dat is moeilijk. Dat deel is heel moeilijk te communiceren. Dus ik merk ook, weet je wel, we hebben het de hele avond... Je hebt het al zo snel over van die dingen. En inderdaad dat je denkt, ja shit, hebben we het hier weer over. Ja, ja. En hoe maken we dit dan toch intellectueler of groter? Maar er is een heel onzegbaar stuk van ouderschap, denk ik. Wat gewoon... wat je door meegesleurd wordt ook. En mythisch is en ook heel tactiel en inderdaad barok. En daar... en ik denk dus wel dat het, dat het van belang is inderdaad om daar dus zoveel en zo zorgvuldig mogelijk over te schrijven. Omdat dat ook het banale eraf haalt, wat natuurlijk toch heel veel rondom moederliteratuur... Hangt, ja. Ja, het is ook echt dat schuldgevoel en die verscheurdheid en die je kan voelen. Maar ook al die dingen, vind ik, die je kind ervaart en ziet. En dan zo'n eerste afwijzing die je dan ziet gebeuren. Of ik zag laatst, dat was dan op de crash. En zag ik mijn zoon en die gaf dan iets aan een ander kindje... En dat andere kinderen gooiden het weg. Ja, ja, dat is... Ja, ja, maar zeg maar die hardheid... Tante, niet zo boos. Ja, maar, zeg maar die hardheid van dat je iets aan iemand anders geeft... en dat iemand dat zo, weet je wel? Ja. Dat is zo... Ja, ik vond het zo, zo groot en zo aangrijpend. Terwijl, die kan dat... Ja, als het zeg maar, voelt bijna als ik daar dan nu over vertel van... Het voelt altijd alsof het er bijna niet mag zijn, vind ik. Terwijl het was echt drama. Maar echt drama. En, en het is natuurlijk ook... Wat het ook het ongoing drama is natuurlijk ook dat je... de hele tijd bezig bent een wiel opnieuw uit te vinden. Je doet de hele tijd iets wat je daarvoor nooit hebt gedaan. En dat is wel heel interessant, omdat ja, je wil toch... dat is heel gek. We onderscheiden in kindertijd echt allemaal fases. De ene fase volgt de andere op en dan ben je opeens volwassen... en dan kom je in een soort groot niets totdat je dood bent. Vanaf heel, dat is heel raar. En eigenlijk ook inderdaad een periode waarin het helemaal niet vanzelfsprekend is... dat je nieuwe dingen überhaupt leert. Ja. Dus dat vind ik zo grappig. Dat het dus natuurlijk een enorme... Het geeft je ook een enorme impuls, denk ik. Ik denk dat het altijd heel goed is om dingen te leren die je helemaal niet kan. Omdat het je dus ook op andere gebieden informeert. Dus daarom ben ik er nu zo op tegen om dat schrijverschap en dat moederschap... bijvoorbeeld helemaal uit elkaar te trekken. Ja. Het voedt elkaar en zo wil ik ook leven. Hè? Dus... Maar waarom was jij... Jij dacht ook dat het niet samenkom. Zo was dan? Het mij natuurlijk wel altijd verteld. Ja, en het hele idee dat je inderdaad als kunstenaar... en dat vond ik dat jij daar heel leuk, grappig ook over schrijft... van. Zo van alles moet in het teken staan van kunst... en dat kan niet als je een kind hebt. Maar ja... Aan de andere kant, als kunstenaar zit je ook de helft van de tijd te zuipen... of te wandelen met je hond of inderdaad met vrienden te hangen. En dat is dan allemaal, wordt wel maatschappelijk gezien als onderdeel van kunstenaarschap. Dus dat is natuurlijk heel raar. Je bent altijd tijd kwijt aan andere dingen. Ja. En dat is ook heel goed. En ik bedoel, dat is toch ook, dat is ook nodig. Dus dat... Ik denk dat het gewoon echt een beeld is van wat we natuurlijk met de paplepel krijgen ingegoten. En bij kunstenaarschap is dat heel specifiek. Omdat je natuurlijk wordt geacht om je hele leven daaraan te wijden. Maar als je het ziet als een orgaan... Ik bedoel, dat probeer ik dus nu. Dat ik denk, ja, het is allemaal op zich een geheel. Dan valt dat harde onderscheid ook weg. En dat maakt je wel vrijer. Ja, en dat is ook, want het is ook een ontzettend geweldige manier om vrouwen uit die kunst te verjagen, natuurlijk, door ze dit te vertellen. Ja, ik zat een keer in een gesprek en er zei een man echt met gewoon echt no shame. Die zei van ja, maar ja, het is natuurlijk logisch dat mannen kunst maken. Want wij zijn jaloers op de vrouwen, want jullie scheppen leven. Dus wij moeten kunst scheppen. Nou ja, en dat was natuurlijk een belachelijke uitspraak, maar wel. Eentje die heel fundamenteel is voor onze hele cultuur. Ja. Het idee dat het eigenlijk een surplus is als je als vrouw ook nog iets anders schept. Dus dat is natuurlijk... Ja, en dat is wat Mineke Schipper natuurlijk ook zei over hè, dat idee van wij hebben die baarmoeder. Ja. En alles wat daar vervolgens gebeurt rondom dat kind, dat hou je binnen. En het enige wat is toegestaan is kitsch of bazaal geklaag. En dat is echt wel heel erg aan het veranderen. Maar ik weet echt nog mijn oudste 6. En toen ik zwanger van hem was, begon ik eerst te huilen. Toen ik erachter kwam van... Want ik zei, ik ken geen vrouwen die mooie boeken schrijven en kinderen hebben. En toen zei ik zo, Corny Palme heeft geen kinderen. En die heeft geen kinderen, en die heeft geen kinderen. En toen zei mijn vriend, die zei, maar Sylvia Plath wel. Ja, oh yes. Wat erg. Super. Ja. Maar toen ook alles wat ik inderdaad las, was zo banaal. Het is sinds mijn kind geboren is nog niet gelukt om een cappuccino warm leeg te drinken. En dan doe je toch echt iets verkeerd. Weet je wel, ja, dat denk ik ook. Van die baby die kan niet meer douchen en zo. Ja, die kan niet meer douchen. Maar daar verandert wel het een en ander in. Maar dat hele spectrum, daar is nog heel veel in te onderzoeken. Ja, nee, het is natuurlijk winnen. En inderdaad, daarin hoef je niet eens letterlijk over moederschap te schrijven... maar gewoon de ervaring van moeders in andere gebieden van literatuur of kunst is net zo relevant. Ja, ik ga even kijken of er in de zaal misschien iemand iets wil vragen of zeggen. Of toevoegen, mag ook. Ik wil kort op basis van mijn ervaringskennis pleiten voor de instelling van een afspraak. Die als je man en vrouw kinderen krijgt, is dat na 1,5 jaar, dan gaat die vrouw gewoon 2 maanden aan de andere kant van de wereld iets doen, zonder te e-mailen. En dan, die man die krijgt dan een crash course met dat kind. Enorme binding. En die vrouw die moet zichzelf discipline opbrengen om niet de hele tijd daar te appen, simpen, ja, en te missen. Maar het moet flink zijn en het eigen ding. En dan bij elkaar, als het dan weer terugkomt na 2 maanden, dan is het geweldig. In de zin van, dan weet je wat je aan elkaar hebt. En... Ben je ook ervaringsdeskundige op dit gebied? Ja, dit hebben wij gedaan. Okay, mijn vriendin ging aan de andere kant van de wereld schilderijen maken met een vriendin. En dat was voor internet en Skype. Dus we belden eens in de week. Nou, dat was voor mij een wild ride. Zo, alleen met dat kind. Maar daardoor begon ik het ook veel leuker te vinden. En ik had een soort trots. Want ja, hij was niet overleden. En hij was, ik kon ook, ik liet me niks meer afpakken in de zorg, zou ik maar zeggen. Toen ik na 2 maanden, toen had ik het idee, nou, dat kan ik ook. Ja, het is een verplicht retraite voor de moeders. Nou ja, inderdaad. Als die 1,5 is, ga ik wel een maand op een residentie. Dus dit is eigenlijk het experiment wat we gaan doen. Ja. Waar ga je heen? Upstate New York. Wow. Even kijken hoor. Ik ga even langs jullie heen. Ja, oh, ja. Ja, ik wou ook iets toevoegen. Iets wat Sarah Sluimer net zei. Het is een periode dat je heel jonge kinderen hebt, 5 tot 10 jaar. Daarna leef je ook nog heel lang. Ja. Je hebt soms het idee van alsof alles dan op dit... Weet je, als je net bevallen bent, kun je niet een boek schrijven. Want dat is nogal wiedes. Maar het is een periode en het verandert en het brengt je ook heel veel. Maar ik heb soms het idee dat bij vrouwen van... En dan krijg je een kind en dan houdt het op en dan niks meer. Terwijl dan leef je nog 50, 60 jaar. Dat is echt nog heel erg lang. Dus ik heb en het idee dat je even weg mag zijn en mag zorgen en dan weer terug mag komen. En dan later misschien weer voor iemand moet zorgen voor weet ik veel wat, ouders of wat dan ook. Dat daar wat meer... Ja, dan moeten we wat vrijer over gedacht mag worden. Dat zou ik heel prettig vinden. Ik had op een gegeven moment de enige andere Nederlandse schrijfster met iets oudere kinderen die ik ken. 3 is Roxane van Ieperen. Dus die had ik toen ik zwanger was van die derde bericht gestuurd. Best wel een beetje een paniekerig bericht van hoe heb jij dat gedaan? En toen je die derde had en hoe kreeg je het voor elkaar? En ik zie het toch ook wel, ik vind het wel heel spannend en zo. En toen zei zij alleen maar, doe eens even rustig. Krijg gewoon die baby. Weet je, je gaat gewoon eerst eventjes met die baby zijn. En het komt allemaal wel weer. En toen dacht ik zelfs, vond ik heel erg... Oh ja, ze heeft liever dat ik eventjes geen dingetjes schrijf. Weet je wel zo, dat is super heftig. Want Roxane is geweldig. Alsof de hele wereld alsof ze deel was van een complot of zo. Maar achteraf denk ik heb namelijk niet naar haar geluisterd... omdat ik 2,5 maanden nadat de baby er was een opera ging schrijven. En nu gewoon super moe ben. Want de baby is nu 8 maanden en die opera is net... geweest. En toen dacht ik, dat is ook wel zo. We moeten ook wel onszelf, wat jij zegt, realiseren. Zo'n lang leven, weet je wel. Je hoeft niet dat meesterwerk te schrijven als je 35 bent. Ja, en je moet misschien, begint het erbij dat je het niet ziet als er even tussenuit zijn. Want dat is eigenlijk al de basis van waar ben je precies tussenuit. Je bent ergens in. En weet je, dat is inderdaad, daar zou ik toch inderdaad voor willen pleiten van... Dat erin en eruit, zo zien we het ook de hele tijd. Hè? Dat onderscheid van doe je mee of doe je niet mee. Ja, je doet altijd mee. En je doet keihard mee. Ja. Ja. Ik kan dat nu ook wel zien. En ik denk ook dat het echt waar is. Maar ik weet nog wel, toen mijn zoon nog niet geboren was... dat het er ook wel heel erg hier wordt ingefluisterd van... ja, maar je leven is ook wel echt over. Dat mensen dat gewoon letterlijk zeggen. Ja, na kinderen is je leven wel echt voorbij. Dus ik vond het maar dat zijn mensen die elkaar nabouwen... en eigenlijk gewoon niks interessanters te zeggen. Dat is ook zo. Maar ik werd dat... maar ik vond het wel lastig om... Ook omdat ik misschien nog niet iets had geschreven. Ik had natuurlijk nog geen boek geschreven toen. Dus het was ook wel dat ik dacht, dit is toch een beetje, ja, nu of nooit. Dus dat het misschien, dat ik denk dat ik, nou ja, ik krijg nu weer een kind. Ja. Dat ik nu een stuk rustiger ben. Ja, daar moet je het ook nog even over hebben. Nee, maar ik denk dat ik nu dat veel beter kan meenemen, omdat dit boek er ook is. Dus ik heb nu zeg maar, ja, het is heel stom, maar iets bereikt of zoiets. Dat is toch gek, ja. Maar zo werkt het wel in mijn hoofd. Die ambitie is natuurlijk geweldig. En dat boek is ook heel erg goed, omdat je dat midden in de tropenjaren hebt geschreven. Dat is een onderdeel van de kwaliteit van het boek. Maar ik denk wel dat het goed is dat we naast het feit dat moeders en schrijven niet meer inderdaad uit elkaar trekken, ons ook moeten realiseren dat het tijd is. En dat een deel van die woede inderdaad ook door paniek ingegeven is. Van, ik ben weg, weet je wel. Ik ben straks weg. Ja. Ik heb ook wel eens tegen mijn vriend gezegd, ik heb gewoon 9 maanden... plus dan nog 9 maanden ontzwangeren. Ik heb gewoon 18 keer 54 maanden achterstand op jouw carrière, weet je wel. Terwijl, en nou, het is wel waar. Maar het is niet, niet alleen een juiste benadering. Nee, dat ben ik met je eens. Wordt er heel... Ja, los niks met jezelf op. Ik heb mijn vriend beloofd dat ik, als ik nog een boek ga schrijven, dat pas doen na mijn verlof. Dat je wat? Als ik nog ooit ga beginnen aan een ander boek, dat ik dat in elk geval niet ga doen. Zeg maar, pas na mijn verlof ga doen. Niet tijdens je zwangerschapsverlof? Niet tijdens mijn zwangerschapsverlof dit keer. Nou, ja. Dat is denk ik een mooie belofte om de avond mee af te sluiten. Sarah Sluimer, Niña Weijers, heel erg bedankt. We gaan lekker met z'n allen verder praten aan de bar. Het boek van Ianthe Mosselman is natuurlijk te koop. Dankjewel.